Hallo lieve Ram, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 11, 11 maart tot en met 17 maart. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve Ram, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Hoop. Ik merk vooral dat het belangrijk is om te gaan hopen en te gaan geloven in je dromen. Om te gaan geloven en hopen dat dingen mooier kunnen zijn dan dat je denkt. Dat de situaties altijd kunnen veranderen naar het positieve. We gaan eens even verder kijken, Ram, naar wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de Ram deze week verwachten? Oké. Er gebeurt best wel veel, heb ik het idee. Dat je soms even het overzicht een beetje kwijtraakt. Ik zie ook zeg maar dat je daardoor echt op zoek bent naar een soort balans. Dat je bezig bent om echt van bepaalde situaties te leren. Daarbij zie ik dat je bezig bent met mensen om je heen te gaan ontvangen. Om positief te blijven. Om overvloed te creëren. Om echt terug te gaan naar je eigen basis. Om cyclussen in te zien en die te doorbreken. Waardoor je dus weer verder kan groeien. Je gaat steeds meer vrede uitstralen. En je gaat en je gaat hindernissen overwinnen. Dus vertrouw daar vooral op. We gaan eens even verder kijken naar een mooie boodschap. Gebruik je verstand. Gebruik je gevoel. En gebruik je zelfliefde. Ik hoop in ieder geval dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.